Vandaag gaan we naar de ruil- en reparatiemarkt, georganiseerd door Kamerbreed. En ik wil kijken of ze dit klokje voor mij weer aan de praat kunnen krijgen. Het is een erfstuk waar ik eigenlijk aan gehecht ben. En ik hoop dat ze dit voor me kunnen doen. Dan ben ik weer helemaal blij. Nou, welkom bij de Bron. Dat is altijd goed. We gaan eens kijken wat er voor mensen hier zitten. Nou, er staat hier reparatie. Hallo Elise, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heb ik gehoord? Jij bent stagiair hier. Ja, klopt. En jij hebt dit georganiseerd? Ja, zodat mensen hun spullen voor een tweede keer kunnen gebruiken. Ja, want dat houdt het in, hè? Ja. Repair en ruilen, maar ruilen. Vooral het repair is natuurlijk mooi, hè? Ja. Want wat kun je allemaal repareren hier ongeveer? Nee, je kan kleding laten repareren of hier een klok, je sieraden laten repareren, elektronica. Ja. Eigenlijk van alles. Leuk idee. Ja. Nou, ik hoop dat het druk wordt vandaag. Ja, dat hoop ik ook. Het zonnetje schijnt. Dus mensen kunnen hier ook buiten komen zitten, dus dat is wel leuk. Nou, veel succes. Ja, dankjewel. En hier zitten alle reparateurs. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met u? Ja, prima. Ja. Beetje rustig. En wie bent u en wat doet u hier? Ik ben Anita Oudijk. Ja? Ik repareer sieraden. Sieraden? Ja. Dat is ook mooi. Ja, slotjes aanzetten, dat soort dingen. Oké, dat is wel handig om te weten. Kijk, ja. Dat is de eerste tip. Precies. En wie vinden we daar? Nee, ik ben Rob van de Ouderen. Ja? En ik repareer elektronica. Elektronica? Computers. Ook een moeilijk verhaal. Nou, meestal niet. Nou, bij mij wel, want ik snap er echt niks van. Ik ben de neiging om het weg te gooien, maar dat hoeft niet. Dat is zonde. Ja. Kom eerst maar hier langs. Oké, daar ga ik over nadenken, want ik heb volgens mij nog wat. Wie vinden we hier? Oh, Wim, hè? Ja, Wim is een oude vriend. Die kennen we al heel lang. Heel tijdje al. Ja, Willem, vertel eens. Jij zit in het Sint-Pieters Blokland. Ja, ja. Maar waar ben jij zo goed in? Nou, goed. Ik probeer altijd het beste. Ja, niet zo bescheiden, maar je kan het wel. Want je doet klokken maken. Ja. Oké. Okay. En dat doe je heel lang, want dat doe je ook met een clubje, hè? Met een club doe ik het ook, ja. Oké. Okay. 26 jaar. En dat clubje zit in Soeskwartier, zei je toen? Dus? Ja. Oké. Okay. En hoe heet de club? De Sleutel. De Sleutel, wat geweldig. En laat ik nou de sleutel kwijt zijn? Oh, dat geeft niet. Oké. Oké. Maar, dit is eigenlijk hetgene wat ik doe. Oh, oké. Okay. Deze kist die gaat straks geschilderd worden. Ja. Ja, en dan gaat hij naar een liefhebber, een house waarschijnlijk. Misschien wel een dochter of een kleindochter. Oké. Okay. Dochter. Dochter. Maar is dit een beetje een hobby van u, de oude meubels opknappen? Ja. Ja, ik heb thuis een heleboel meubels staan. Die komen allemaal, diverse komen erbij, de kringloopwinkel vandaan. Donker eiken, daar zet ik een verfschrapper op, daar zet ik een stofzuiger op en mijn schuurmachine. En dan maak ik dat licht eiken en dan maken we daar weer jarenlang gebruik van. Ja, want het donker eiken is er een beetje uit, hè? Het donker eiken is eruit en dan zet ik gewoon de schrapper op en de schuurmachine, ja. Maak het licht eiken. En dan, ik heb thuis al het licht eiken staan. Oké. Okay. Ja, af en toe dan doen we weer eens wat weg en we halen weer wat nieuw. Oh, dat ga je nog even bekijken. Nou, we horen zo meteen het oordeel van deze deskundige. Ik ben erg benieuwd. En daarnaast zit Anja. Goedemorgen, Anja. Goedemorgen. Anja van Dille is van Kamerbreed. Dat klopt. Is een van de organisatoren, neem ik aan. Ja. Van dit. We gaan ruilen en repareren. Dus er is van alles te doen. Je hebt het net al gezien. Ja. Mensen kunnen binnenlopen om te ruilen met spulletjes met elkaar. Maar ze kunnen ook spullen laten repareren. Ja. En ik neem aan dat jij dat gaat doen. Want ja, je naaimachine ruilen. Nou, ik ga een beetje helpen. Oké. Okay. Ik ga het proberen. Oké. Okay. Maar vertel, want je kunt wat verstellen of zo, Anja. Nou, wat kleding repareren. Ja. Ja. Met de hulp van Joren, die heeft er heel veel verstand van. En die gaat mij helpen. Joren, die is een actieve bewoner uit de wijk. Ja. En die kan mij daar goed bij helpen. Leuk. Ja. Nou, Wim is inmiddels aan de gang gegaan en heeft er al heel wat uitgehaald. Ik ben er een beetje geschrokken van, maar ik denk dat het zal wel, want het is net een echte dokter wat dat aanhaalt. We beginnen meteen te sleutelen en te opereren. Ik heb geen dingen in mijn hoofd. Nee, geen stethoscoop nog.